zijn in het Dutch Pinball Museum in Rotterdam. En hier is een hele nieuwe flipperkast, de Houdini. Of Houdini. Het ziet er erg mooi uit. Mooi speelveld, grafisch. Hier is Attack for Mars, maar dan een vernieuwde uitvoering. Tales of Arabian Nights. Erg mooie flipperkast. De Junkyard. Die heb ik nog thuis gehad, in de huiskamer. No good golfers. Ripley's, believe it or not. Van Stern. Dan gaan we naar een ander gedeelte van het Flipper Museum. Er staan er wat oudere flipperkasten. Win. Dr. Dude. The machine, right of Finbot. Funhouse. F-14 Tomcat. Big Guns. Gaan we naar Earthshaker. En Class of 1812. Grappig flipperkast. Radical. Elvira, de Party in die Monsters. Baby Pac-Man. Lord of the Rings. Elvis. Lord of the Rings ga ik zo even op spelen. Vrijwel de nieuwste van Stern, Iron Maiden. Of the Galaxy. Game of Thrones. Terminator 2. Judgment Day. Indianapolis 500. Was I supposed to let you win this day? The Addams Family. Twilight Zone. Theater of Magic. Champion Cup. Congo. Zijn we terug bij Tales of Arabian Nights. Hier boven
zijn nog oudere flipperkasten. Vind ik op zich minder, dus nou, ik neem jullie toch even mee. Hubert's Crest, based aan de uit, zo'n stuk of zo. Pac-Man, Kiss, Harlem Globetrotters, Dolly Parton, Limbo Pool, $6 Million Man. Captain Fantastic, Big Band, Red Show, Wizard, sorry, Fireball. Andere. Ja, wat ik zag was zijn flipperkast van 1960, 1970, zoiets. We lopen weer terug naar beneden. We kijken of de Lord of the Rings vrij is.